heeft niks door. Hij heeft het ook niet. Alles goed? Isa! Hey jongens en meisjes, welkom bij deze nieuwe video op mijn kanaal. Ik heb daarnet in de lijnbus een beetje gefilmd met mijn vrienden Xander Scott, een vriendin van Scott. Het is geen lief van hem, maar het is gewoon een vriendin. Ik hoop echt dat het snel donderdag is. Vandaag is het dinsdag. Ik hoop echt dat het snel donderdag is, omdat dan Merle heeft dan terug school. Merle had maandag, donderdag en vrijdag heeft ze school. Dinsdag en woensdag heeft ze thuis school. Moet ze leren voor haar examens, die dat ze volgende week heeft. Dus volgende week heeft ze heel weinig tijd voor mij. Wat ik wel snap, ze doet het voor haar droom. Ze studeert boekhouden. Dus later gaat ze boekhouder worden. Ik weet niet wat ik later ga worden. Ik denk dat ik later bij Nike of zo ga werken. Of ik weet niet waar ik ga werken. Ik heb er nog niet over nagedacht. Ik hoop ook gewoon dat YouTube een beetje mijn werk wordt. En dat ik ook een beetje geld, of genoeg geld verdien met YouTube. Dat ik ook een beetje van YouTube kan leven. En ook nog mijn andere job. Merle moet dus vanaf volgende week langer op blijven van plaats dat ze samen met mij gaat slapen. Dus wat ga ik doen? Ik ga, we hebben afgesproken dat zij gaat proberen niet langer dan 1 uur 's nachts te gaan werken. Dus dan ga ik proberen, als ik moet gaan slapen in het internaat, dat ik gewoon opblijf. Dan doe ik mijn lichtje aan en dan ga ik gewoon moeten leren in een boekje van Frans. Want Frans is mijn slechtste taal. Engels kan ik een beetje. Ik ben niet goed in talen. Engels, Nederlands gewoon. Of Vlaams, of dat ik het moet zeggen. En ik weet dat ik ook wel een beetje een soort van mokro ben. En dat ik soms een beetje woela en ik zweer zeg. Ik weet dat wel. Dat komt omdat ik met Marokkanen en Turken omga. Niet dat dat slecht is of zo, maar ik wil dat afleren. Anderen waren allemaal buis. Met 10 op 30 en 10 op 30. Maar schatje. Iedereen weet dat gewoon. Iedereen weet gewoon dat jij de allerslimste van heel de fucking wereld zet. Iedereen weet dat je... Nee, schatje, nu ga ik gaan zwijgen. Iedereen weet dat jij de allerslimste van heel de fucking klas, wereld is misschien overdreven, maar van je klas, zijt je de slimste. Want 1, jij bent nog nooit gebuist geweest op iets. 2, boekhouden ben je fucking krak in. 3, Engels kun je tering goed. 4, Frans kun je ook nog goed. 5, Duits kun jij goed. 6, je kunt heel goed in bed. 7. ik beloof het u serieus, je gaat op niks, maar dan ook echt helemaal niks gebeurd zijn. Ja? Ik hoop dat, dat is echt belangrijk. Dat is heel, ik weet dat dat belangrijk is, Katje. Ik weet dat dat heel belangrijk is, want ja. Ik weet dat. En het is ook iets voor je toekomst, want later gaan wij gewoon samen een leuk jobje doen, wat dat wij leuk vinden. Jij gaat boekhouder worden, wat ik ga worden, weet ik nog niet goed. Ik hoop gewoon dat ik een job krijg wat ik ook goed verdien. Jij gaat later sowieso goed verdienen, want jij wordt boekhouder en boekhouders verdienen goed. Maar het geld, hè, schatje, al verdient jij honderden miljoenen euro's, hè, wat dat waarschijnlijk niet gaat gebeuren, maar ik zeg, als het boeit me niet hoeveel dat jij verdient, wat dat mij wel boeit is, dat ik heel veel van je hou. Mensen, ik zit hier nu op de pc, of nou op de pc, ik zit hier nu bij de pc. Ik ben gewoon een beetje YouTube aan het zien, of ja, ik ga nu aanmelden op de pc. Ik ga gewoon een beetje YouTube kijken, elke dag naar mijn video's blijven kijken en mij toch elke dag blijven supporten. Ik vind het allemaal heel lief dat jullie dat doen. Alleen, ik hoop dat ik dit jaar nog de 2000, 3000 abonnees haal. En daar gaan we allemaal voor moeten gaan zorgen. Ik ga daar moeten voor zorgen. Jullie gaan daar moeten voor zorgen. Dus willen jullie dat ik dat gun, dat ik dat krijg, die 3000 abonnees of 2000 abonnees, is ook nog goed. Abonneer even op mijn kanaal als je nieuw bent. En als je niet nieuw bent en je het weet van je vrienden dat ze nog niet geabonneerd zijn.
stuur even mijn kanaal door en stuur even dat ze moeten abonneren, alsjeblieft. Ik zal zeggen, bij de 2000 abonnees doe ik een heel leuke special. Ja. Stoort mij wel, ik was aan het vloggen, een gast. Is niet erg. Is niet erg, was er aan het zoeken, porno of hè? Eigenlijk wel, ja. Maar dat stond hier toch op? Maar de porno? Ja, nee. Oké, jongens en meisjes. Een vriend van mij is, of ik ben een groep, is nu FIFA aan het spelen, respect jullie niet van aan. Wij gaan Siri vragen stellen, nee, niet in het video komen. Siri, zing eens voor mij. Siri, is Matthias knap? Kan ik je ergens anders mee helpen? Je moeder, vriend? Mijn moeder? Je vader, vriend? Ik weet niet wie je vader is. Ik weet zelfs niet wie je vader bent. Maar dat kan je me vertellen. Denk aan de Siri, maar zeg je voor mij niet. Kies jezelf uit je contacten. Matthias, je hebt niet zo. 1 plus 1 is... Het is 2. 0 gedeeld door 0 is. Ik denk dat het is. Stel ik het net. Jongens, meisjes, het is nu iets na 7:30. Ik ga nu douchen. Dus ik zie jullie zometeen als ik klaar ben met douchen. En dat is best waarschijnlijk binnen 10 minuutjes of zo, of een kwartiertje. Dus ja, tot zometeen. Let's go! Oké, jongens en meisjes, ik ben gedoucht. Niet zo lang geduurd. Ik ga nu een beetje fitten. Pak een deken, jongens en meisjes, zit hier heel irritant. Ik ga nu een beetje fitnessen. Ik weet dat dat een heel rare combinatie is. Douchen en dan fitnessen. Maar ik ga nu een beetje fitnessen voor mijn buikspieren en voor mijn armspieren. Dus wat ga ik eerst doen? Ik ga eerst op mijn bed liggen en dan voeten naar beneden. Ja, ik ga je laten zien wat ik bedoel. Let op. Dit ga je doen, jongen. Je doet je been naar boven. Je strekt. Heel traag naar beneden. En je moet enkel met je heup gebruiken. Je mag je voeten niet helemaal naar beneden doen. En heel rustig weer naar beneden. Ga ik nog een paar keer doen, zonder dat ik het film, ik wil gewoon even laten zien wat ik doe voor de fitness. Dit ga ik nog een paar keer doen. Zit even zo. Oké? Okay. 49. 50. Oké, jongens, mensen, ik weet dat ik nu wel rot ben. Komt omdat ik pijn heb aan mijn buik en aan mijn borst. Omdat ik deze elke dag doe. Ik heb geen pijn, maar ik heb stijf en ik heb dekens heel irritant. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Mijn naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. Ze heeft gevaren op het kanaal. Het is de allermooiste boot van allemaal. Ik heb een boot, ik heb een hele mooie splinternieuwe boot. Mijn naam is Anna en ze ligt hier in de sloot. En is gevaren op het kanaal. Het is een moeder van allemaal. Oké, sorry. Als jullie van deze video genoten hebben, doe eens even sowieso een blauw lip omhoog. Even abonneren als je nieuw bent. Ik hoor jullie graag, of ik hoop jullie graag terug te zien morgen bij een nieuwe video op mijn kanaal. Ik hoop echt dat jullie morgen mijn andere video gaan kijken. Dus ja, nogmaals, even abonneren op mijn kanaal. Even like deze video. Even een leuke comment achterlaten. En bedankt voor het kijken naar deze video. Misschien was deze video waarschijnlijk niet zo lang, of niet te lang. Ik denk 9, 8 minuutjes.
Maar ja, tot de volgende video. En hij is waarschijnlijk morgen. Dus later, tot morgen. Joe.